Er staat een klassieke Amerikaanse schoolbus in de Bredestraat in Nijmegen. Hij is alleen niet bedoeld om kinderen mee naar school te brengen. Maar in plaats daarvan kun je in deze bus lunchen en een kopje koffie drinken. Mirjam Jongerius heeft dit mobiele koffiehuis gerealiseerd en laat daarmee een droom werkelijkheid worden. Nou, het bijzondere aan dit restaurantje is dat het in een schoolbus is, een Amerikaanse schoolbus. Dus dat bestaat nog niet echt. Toen ik 12 was, toen hadden mijn overburen een Engelse dubbeldekkerbus. In één keer voor hun, die hadden allemaal van die gekke dingen, maar in één keer een Engelse dubbeldekkerbus. En daar zaten al tafels en stoelen in, dus ik zei, nou pap, koop die bus maar van mij. Want ik ga daar een restaurant in beginnen. En toen zei mijn vader, ga eerst maar je middelbare school afmaken. En je basisschool nog. En toen is er eigenlijk altijd in mijn hoofd blijven hangen van... oh, dat is echt gaaf om een restaurant in een bus te hebben. En toen ben ik wel zelf een pannenkoekenrestaurant begonnen en heb ik 12 jaar gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar ik had nog eigenlijk een droom. En dat was dit. En nou is het gelukt. Het koffiehuis staat in de voortuin van het complex Santa Maria. Zij zorgde dus voor een locatie en dat blijkt een perfecte match. Ja, dit is echt een pilot wat een beetje spontaan is ontstaan, omdat ik hier een plek zocht bij Santa Maria in Nijmegen. En dat ik met de mensen die hier aan het werk zijn, met Christa, zei van, waarom gaan we niet hier alvast wat doen? Die vroegen mij, wat zou je eigenlijk echt willen? Ik zei, ik zou wel graag een koffiebar willen hebben. Even zo, om te kijken hoe dat gaat. En toen zijn we dat gaan doen. Fantastisch. Ik vind het alleen al leuk dat hij hier in de voortuin staat bij Santa Maria natuurlijk. En ik vind het heel leuk voor de bewoners en de kantoren en de wijk hier. Iedereen die stroomt hier een beetje binnen. Mirjam is een vrouw die goed meedenkt in dat wat er hier in Santa Maria gebeurt. En heeft een heel mooi concept hier staan natuurlijk. En het is voor de wijk en voor de bewoners leuk om hier elkaar te ontmoeten. En daar gaat het bij Santa Maria natuurlijk ook om. Dus Mirjam past perfect wat dat betreft bij ons. Ja. Mirjam is dan ook erg blij met hoe het tot nu toe gaat. Dus en eigenlijk was het meer zo van, we zullen wel zien. En het is echt... Ik heb de deuren open gedaan en het is nu regenachtig weer en ik heb nu al gasten en zo. Dus het is echt wel een hele bijzondere plek. Ook in Hees, in Nijmegen, daar is blijkbaar niet heel veel horeca. En mensen zeggen echt, het is zo fijn dat jij er bent. Tof, weet je, leuk dat je er bent. Dus het lijkt wel alsof het een groot succes is, ja.